Kunst erkent het bestaan van ruis niet. De Franse literatuurwetenschapper Roland Barthes is eenduidig in zijn artikel Introductie op de structuuranalyse van verhalen uit 1966. Volgens hem heeft alles binnen een verhaal een betekenis, dus elke zin is betekenisvol. Een verhaal is opgebouwd uit eenheden die ofwel zorgen voor de voortgang van het verhaal of voor een verdieping door middel van informatie of symboliek. Barthes gaat te werk als een linguïst, als een taalwetenschapper die een zin ontleedt op verschillende niveaus op basis van klank, woordbetekenis, grammatica of context. Op vergelijkbare wijze bestaat volgens Barthes een verhaal of een narratief uit eenheden die een specifiek doel hebben binnen het verhaal en diverse niveaus kunnen bestrijken. Doordat alles een betekenis heeft, verschilt de communicatie van een verhaal met de communicatie uit het echte leven. Die zit vol wazige zinnen die we betekenisloos opzij kunnen schuiven. Whatever. Maar in de structuuranalyse kunnen we niets opzij schuiven, aldus Barthes. Het heeft een wetenschappelijke insteek, dus kan de analist geen zinnen negeren. Toch is het soms lastig voor te stellen dat elk stukje een lading, een betekenis bevat. In het extreemste geval bevat een verhaal een triviaal detail dat ondubbelzinnig is en functieloos lijkt te zijn. Alsof het losstaat van het verhaal. Misschien had het zelfs weggekund. Maar zelfs dan, zegt Barthes, is het de functie van dat detail om naar zijn eigen absurdheid en onzinnigheid te wijzen. Het lijkt hiermee een beetje alsof Barthes zijn eigen straatje van de structuuranalyse aan het plaveien is. Want als elk onderdeel in een verhaal een functie heeft, als het ware gecodeerd is, dan komt zijn theorie natuurlijk als geroepen om die code te kraken. Misschien vond hij zijn eigen constatering dat nutteloze details in een verhaal naar hun eigen onzinnigheid wijzen toch iets te gemakzuchtig of niet krachtig genoeg. Het heeft hem allicht op het spoor gezet naar een literaire functie waar hij 2 jaar later, in 1968, een gedenkwaardig artikel aan wijdde met de titel L'Effet de Réel, oftewel het realiteitseffect. In zowel het artikel over de structuuranalyse in 1966 als het artikel over het realiteitseffect in 1968 gebruikt Roland Barthes een bekend kort verhaal van de Franse auteur Gustave Flaubert. Het gaat om Un Cœur Simple, in vertaling Een Eenvoudig Hart, dat samen met 2 andere verhalen verscheen in Trois Contes, 3 vertellingen uit 1877. Een Eenvoudig Hart is een verhaal over Félicité, een dienstmeisje teleurgesteld in de liefde. Ze werkt voor Madame Aubin, een weduwe met 2 kinderen. Een weinig verheffend leven waarin Félicité geluk vindt in de papegaai Lulu, waar ze voor moet zorgen totdat deze sterft. Als ze helemaal alleen achterblijft en haar laatste adem uitblaast op haar sterfbed, ziet ze in een visioen een reusachtige papegaai boven haar hoofd zweven. Roland Barthes gebruikt dit verhaal in het artikel uit 1966 om uit te leggen wat een eenheid en een functie is. Het gaat dan om de eerste keer dat de papegaai in dit verhaal ter sprake komt. Een paar dagen later werd een nieuwe onderprefect benoemd, Baron de Larsonnière, oud-consul in Amerika, die behalve zijn vrouw zijn schoonzuster met 3 opgroeiende dochters meebracht. Soms zag men hen op hun gazon, gekleed in wijde blouses. Ze hadden een neger en een papegaai. Met de voorkennis dat die papegaai later in handen gaat komen van Félicité en een symbolische waarde gaat krijgen, is het verkondigen van iets wat ogenschijnlijk een detail is, namelijk dat deze nieuwe personen in het leven van Félicité en haar opdrachtgever een neger en een papegaai hebben, van essentieel belang voor het verloop van het verhaal. Daarmee krijgt dit fragment een functie binnen het verhaal en maakt het deel uit van de evolutie van de plot, zeg maar de horizontale voortgang van het verhaal. Het zou anders zijn als die papegaai verderop in het verhaal niet meer terug zou keren. Dan is het geen functie, maar dan zou Barthes het ongetwijfeld scharen onder een index. Een index staat voor de verticale relatie binnen een verhaal. De vermelding van de papegaai is dan betekenisgevend, bijvoorbeeld om het karakter van het gezin of van hun herkomst te symboliseren. Een index is daarom altijd afhankelijk van de interpretatie van de lezer. Die kent de waarde toe. Maar zoals gezegd moet Barthes het gevoel hebben gehad dat zijn definities van functies en indexen niet toereikend waren om verhalen zoals Un Cœur Simple volledig te beschrijven. En dat had bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van een barometer. What is a barometer? Excellent question there. And it's a weather instrument that's used to measure air pressure. Helemaal aan het begin van het verhaal wordt het huis van Madame Aubin beschreven, waar Félicité het dienstmeisje is. De verteller begeleidt de lezer van buiten naar binnen, tot we in de woonkamer aankomen. Tegen de wit geverfde lambrisering stonden 8 mahoniehouten stoelen naast elkaar. Op een oude piano, waarboven een barometer hing, waren mappen en dozen hoog opgetast. Barthes legt de focus volledig op de laatste regel. De vermelding van de oude piano is volgens hem een symbool voor de sociale status van de eigenaar. En de hoog opgestapelde mappen en dozen als een symbool voor chaos die diezelfde status wat aantast. Maar die barometer is nog afwijkend, nog betekenisvol. Het is een doodgewoon voorwerp dat wellicht zelfs weggekund. Alsof je in een moderne roman een kamer zou beschrijven met een tafel van een bijzondere houtsoort waarboven dan een lamp hangt. Die lamp is net zo nietszeggend als die barometer. En dat brengt Bart bij de volgende vraag die ik in de Engelse vertaling zal citeren. Is everything in narrative meaningful, significant? And if not, if there exist insignificant stretches, what is so to speak the ultimate significance of this insignificance? Na deze paradoxale vraag maakt hij een zijsprong naar de waarde van beschrijvingen in de westerse cultuur. Al in de oudheid worden aan uitgebreide beschrijvingen van personen, gebouwen of plaatsen een esthetische waarde toegekend. Ze bevatten de schoonheid van taal. Dat deze esthetische functie ook in het realisme van Flaubert aanwezig is, bewijst Barthes door een fragment uit de roman Madame Bovary aan te halen, waarin hoofdpersoon Emma Bovary met de diligence naar de stad Rouen vertrekt, die natuurlijk echt bestaat. En op een gegeven moment komt deze stad in het zicht. Trapsgewijs aflopend en verzinkend in de mist vervloeide zij voorbij de bruggen tot een warrige massa. Daarachter glooide eentonig het open veld, totdat het in de verte raakte aan de onbestemde kim van een bleke hemel. Zo van boven gezien had het hele landschap het verstilde van een schilderij. In een hoek waren de voor anker liggende schepen verzameld. De rivier beschreef een boog aan de voet van de groene heuvels. En de langwerpige eilanden lagen als grote zwarte vissen roerloos op het water. Uit de fabriekschoorstenen sloegen enorme bruine pluimen die aan de rand vervluchtigden. Deze hele beschrijving van de stad Rouen is niet te duiden als een eenheid met een functie binnen het verhaal. Het gaat om de esthetische waarde. Een tekst vol metaforen, ver weg van de werkelijkheid. Het landschap dat met een schilderij wordt vergeleken is zelfs een metafoor waarin de werkelijkheid extra ver is, omdat hetgeen dat wordt beschreven, namelijk een schilderij, al een simulatie van de werkelijkheid is. Een soort Plato's grot. Toch, stelt Barthes, is het esthetische doel van deze beschrijving gecombineerd met realisme, want er wordt een echte bestaande stad beschreven. En ik vermoed dat hij daarmee doelt op zaken als de bruggen, het open veld, die rivier en de fabrieksschoorstenen. Woorden die niet herleidbaar zijn tot iets anders. Deze onherleidbaarheid duidt een vorm van realisme aan en Barthes noemt dit concrete realiteit. Deze concrete realiteit vind je volgens hem ook in geschiedenisboeken, waarin uiteraard verhalen uit het verleden staan, maar ook schijnbaar overbodige details, zaken die genoemd worden omdat ze er nu eenmaal waren, maar niet omdat ze een functie hebben in het verloop van de geschiedenis. Deze zaken hebben als functie te laten zien wat er echt is gebeurd. Op vergelijkbare wijze gebruikt het 19e-eeuwse realisme, met Flaubert als belangrijke auteur, eenzelfde soort concrete realiteit die hij de referentiële illusie noemt. Het zijn zaken die naar niets anders verwijzen dan naar zichzelf. Dus geen deur die symbool staat voor nieuwe mogelijkheden, maar een deur omdat de huizen nu eenmaal een deur hebben. De barometer van Flaubert staat volgens Barthes in de tekst om te zeggen: ik ben echt. It's the category of the real and not its various contents which is being signified. In other words, the very absence of the signified to the advantage of the reverent standing alone becomes the true signifier of realism. Dit realiteitseffect is de betekenis van ogenschijnlijk betekenisloze woorden en zinnen die niet binnen de structuuranalyse vallen met functies en indexen. En je kunt je voorstellen dat er een laagje realiteit verdwijnt als je een verhaal ontdoet van al zijn deuren, bruggen en barometers. Het realiteitseffect is een mooie benadering voor verhaalelementen die overbodig lijken of waarbij je je afvraagt waarom de schrijver deze zaken beschrijft. Toch zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen. Zo is het natuurlijk niet onmogelijk om aan elk ogenschijnlijk betekenisloos element een symbolische waarde toe te kennen, waardoor het weer een index wordt om in de begrippen van Barthes te blijven. Zo kun je de barometer van Flaubert ook als een metafoor zien. Het symboliseert dan de lucht in het huis die aan verandering onderhevig is door alle gebeurtenissen. En daarmee zou het een index zijn, iets wat in dit geval waarde toekent aan de atmosfeer van het verhaal. Het is wellicht een wat vergezochte interpretatie, maar het kan. En daarmee maakt het de theorie van Barthes wat zwakker. Een andere kanttekening is dat ook eenduidige woorden als deur, lamp en brug per lezer een bepaalde lading met zich meebrengen. Ik moet best nog maar even nadenken om met het voorbeeld van de lamp boven de tafel te komen. Want blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om een voorbeeld te verzinnen dat extreem alledaags is zonder symbolische waarde. Maar dat neemt niet weg dat elke lezer aan een andersoortige lamp zal denken. Misschien denk je aan de lamp boven je eigen tafel, of die daar vroeger hing, of die bij je ouders of grootouders hangt. Die verbeelding, de connotatie, is verschillend per lezer. Als schrijver kun je natuurlijk meer sturen door er een witte, ronde IKEA-hanglamp van te maken. Maar dan valt niet meer te stellen dat deze lamp waardevrij of betekenisloos is. Het eenduidige woord lamp creëert dus een referentiële illusie, een effect van realiteit. Maar daarbovenop blijft er ruimte bestaan voor interpretatie en verbeelding van de lezer. Het realiteitseffect is dus geen eenheid dat in een soort analytisch vacuüm rondzweeft, vrij van interpretatie, esthetische lading of verbeelding. Maar het gaat om delen van het verhaal die je los kunt zien van de plot, van de horizontale voortgang en die niet per se een symbolische waarde afgeven aan personages, ruimtes of sfeer. Het zijn woorden waarmee in realiteit wordt opgewekt, maar die zeker niet zonder functie zijn, want zoals Barthes het zelf ook stelde, kunst erkent het bestaan van ruis niet.